Het ministerie van Volksgezondheid heeft de opvangcapaciteit van COVID-19-patiënten landelijk verhoogd. Minister Amar Ramadien zei gisteren dat de ziekenhuizen die COVID-19-patiënten behandelen meer bedden beschikbaar hebben gesteld. Ook is het aantal bedden op de intensive care afdeling landelijk gebracht naar 28. De verruiming van de opvangcapaciteit was noodzakelijk vanwege de schrikbarende toename van de COVID-besmettingen. Wanica ziekenhuis heeft een capaciteit van 117 bedden, ziekenhuisbedden. En daarvan was gisteren 84 reeds gevuld. Het Sint Vincentius ziekenhuis, welke ook is begonnen met het opvangen van COVID-patiënten. Dat is een capaciteit van 33, waarvan 22 gisteren vol waren. Intussen de IC-capaciteit in RKZ is 5 en daarvan zitten we rond de 80%, soms 100% vol. Het Diakonesse ziekenhuis is ook sinds gisteren gestart met het bieden van COVID-zorg aan behoeftigen, COVID-positieven dus. Dat is een capaciteit van 22 bedden. En het Slans Hospitaal heeft 4 bedden beschikbaar die vol zijn. En nog tegen eind augustus zijn we zover om 22 bedden extra in gebruik te nemen in het Slans Hospitaal. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo die is ook continu bezig COVID-opschaling te doen. Wij zien dat zij de vijfde etage compleet beschikbaar hebben gesteld voor COVID-zorg met een capaciteit van tussen de 20 en 25 bedden. Maar ook heel belangrijk is de intensive care capaciteit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo met een opschaling naar 15 intensive care bedden. Ook het aantal isolatieplekken is verruimd. Personen met milde klachten worden ondergebracht in de Kamer van Koophandel, Residence Inn en de tent bij het Wanica ziekenhuis. Voor de mensen die getest worden positief, betekent dat u in isolatie moet. Als u milde klachten hebt, u bent niet echt ziek, dan wordt geadviseerd of bent u verplicht in isolatie te gaan. Isolatie wil zeggen, u wordt ondergebracht in een faciliteit, ingericht, waar u verblijft gedurende 7 dagen en waarvan u de laatste 3 dagen klachtenvrij moet zijn en dan wordt u genezen verklaard. De isolatiefaciliteiten die we nu ter beschikking hebben zijn KKF met een maximale capaciteit van 132. Tot gisteren was een bezetting van 85. We hebben in residence in 46 plekken die vol zijn. En we hebben een faciliteit opgezet, de Wanica, in een tent, waarbij de capaciteit daar 83 is. En tot gisteren was de tent gevuld met 45 personen en nog iets meer. Minister van Volksgezondheid Amar Ramadien. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie in de congreshal.